Je wil wel bijdragen aan meer biodiversiteit of je wil meer dieren in je tuin, maar hoe doe je dat dan? Ja, voor mensen die met die vragen of met andere vragen zitten, is er vanaf nu het vragenuurtje. Elke maandagochtend kun je met je vragen bellen naar Harald Boer van Landschapsbeheer Flevoland. Harald, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om een vragenuurtje te gaan houden? Nou, het is niet mijn eigen idee, het is van een collega. En ik ben voor de kar gespannen, zeg maar, om de vragen te beantwoorden zo goed mogelijk, waar mogelijk. Ja, wat voor vragen verwacht je nou? Nou, de voorbeeldvragen die jullie net vertelden, dat zijn hele goede opties. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook foto's insturen, maar ook bijvoorbeeld naar mijn mail, dat ik er antwoord op geef van wat zie je nou? Maar het kan ook iets zijn van wanneer kan ik nou mijn fruitboom bijvoorbeeld het beste snoeien? Of we willen in de buurt een groen initiatief. Kunnen we bij jullie terecht voor wat hulp om daarmee op te starten? Wanneer schonen we nou een pool rondom het huis? Of kan ik beter voor een vijver kiezen? Het mag allemaal. Geen vraag is te gek. En als ik nou bijvoorbeeld een tuin vol heb met tegels, kan ik dan ook bij jullie terecht met advies van hoe ik dat zou kunnen veranderen? Nou, we zijn geen ontwerpbureau. Maar het welbekende advies kunnen we zeker geven. Tegeltjes eruit, plantje erin. Ja, daarover even, Harold. Is het nou beter om dan toch maar een heel grasperk neer te leggen in je tuin dan helemaal betegeld? Want er zit ook niet echt heel veel diversiteit in gras, maar ja, is misschien toch wel beter. De diversiteit van het gras heb je zelf in de hand met de frequentie van het maaien. Wat wel weer heel goed helpt, is natuurlijk de afwatering. En het trekt automatisch alweer insecten en gevogelte aan, want er leeft toch altijd alweer een paar pieren in het gras waar ze niet bij kunnen onder de tegels en wel weer uit de graszoden kunnen halen. Waar moet je wonen om te mogen bellen naar jullie? Oh, het mag een heel Flevoland zijn. Ja, dus net over de grens mag het dan weer net niet. Oh, als jij mijn nummer weet te vinden, dan sta ik iedereen graag te woord gewoon. En wanneer kunnen mensen je bellen? Nou, dat doen wij elke maandagochtend van 9 tot en met 11. Maar ja, wat dat betreft eigenlijk ben ik de hele week wel bereikbaar. Maar we proberen het tussen 9 en 11 op de maandagochtend te doen. En was het vanmorgen al heel druk? Nee, we zijn niet hier net. We zijn hier net mee gestart. En dit moet toch een beetje ontdekt worden. En misschien pakt het wel helemaal niet goed uit. Mensen kunnen het tegenwoordig ook prima vinden op Google of in andere vakbladen. Maar moet je niet zeggen, dus Harold, kijken. Jij bent natuurlijk degene die alles weet. Tuurlijk, ja, nee, maar wij weten het ook binnen het bedrijf. En daarom hopen we ook zeker dat er nog steeds mensen zijn die met hun vragen bij ons terechtkomen. Hoe ziet jouw tuin er eigenlijk uit? Ik heb een redelijk 50-50 tuin. Ik heb de nodige bestrating en het nodige groen. Die keuze heb ik onder andere gemaakt omdat mijn vrouw er zo over denkt. En omdat ik ook nog 3 kinderen heb. En ja, die gun ik toch ook nog een stukje straatwerk om niet elke dag helemaal zwart binnen te komen. Er moet ook nog wel ergens een tuinzet op, hè, is het denk ik. Ja, precies. Ja, nou, laten we even zeggen, als je nou thuis zit, pak dan even pen en papier, want dan geef je het nummer van Harold. Zodat je hem misschien aankomende maandag kan bellen over of je nu wel of niet die clematis bij moet punten. Of dat je de appelbomen misschien wel of niet in de schaduw moet zetten als je ze hem aan gaat planten. Nou, inmiddels heb je vast wel je pen en papier te pakken. 06-5169-2734. 06-5169-2734. Harold Boer van Landschapsbeheer Flevoland. Dank je wel en succes met je vragenuurtje. Ja, graag gedaan. Ik verwacht veel bellen.